er nog eentje te wachten op tante Corrie. Ja. En dat is onze Frodo natuurlijk, hè. Die ligt lekker te wachten. En daar ligt onze prinsesje Eowyn. Erbij! Jij ook even zwaaien met jou. Doe ik ook! Corrie! Erbij, Corrie! Dit is Corrie! Vandaag het hier helemaal. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag 21 september 12:50. Ik spring net op 50. Dus 10 voor 1. Ik ga zo meteen even een bakje koffie doen en mijn eten doen. En ja, ik ben netjes gekleed, netjes opgemaakt. Rond twee uur komt Corrie. En pas rond een uur of drie komen de andere drie. Dus ja, nog tijd zat. Ja, en ik moet eventjes Frodo's wc'tje nog opruimen. Maar ik loop de hele ochtend en de hele nacht al te vliegen en te draven. Meneer Frodo heeft gisteravond laat, ik zou naar bed toe, overgegeven hier in de kamer. En niet zo zuinig ook, heel veel. Dus dat moest ik allemaal opruimen en dweilen en doen. Vanochtend vroeg Gandalf op mijn slaapkamer. En later in de ochtend Frodo weer. Maar dat was gelukkig allemaal gal en van Gandalf hier ook. Nou ja. Niks aan te doen. Wij zijn ook wel ziek. Wij moeten ook wel overgeven. Wij gaan daarvoor naar de wc. Wij kunnen het in ons houden totdat we bij een wc of een emmer hebben of wat dan ook. Een dier niet. Nee, dan moet je opruimen. Het is vervelend, het is lastig, maar dat heeft voor je diertjes over. Hé, Eowyn? Ja, meisje. Dus ja, het is niet anders. Het is nou helemaal zo. Kun je niks aan doen. Nee, nou lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is prachtig, prachtig mooi weer. Dat hebben we weer mee, ja. Dat is heerlijk, de hemel is strak blauw. Oké, het waait wat, maar dat heet je wanneer je aan de kust woont, ja. Als je daar een hekel aan hebt, moet je niet aan de kust wonen. Maar als je in de bosrijke omgeving hebt, zal je wel weer wat anders hebben waar de mensen over te klagen hebben. Ja, dat weet ik niet. Maar, ach, ik vind het niet erg. Ik vind het wel lekker. Lekker die zeelucht, heerlijk. Dat doet de mens goed. Ja, er wordt niet voor niks mensen die iets mankeren, zoals astmatisch. Dat wordt dus wel gezegd, u moet bij de zee zien te komen te wonen. U moet gaan verhuizen voor uw gezondheid. Nou ja, dan is het hier uitmuntend goed. Dus ze zeggen wel Texel, hè? Maar Den Helder net zo goed hoor. Want wat rijdt er hier allemaal verkeer? Wat is er hier fabrieken? Helemaal noppenjendo. Nee. Dus ja, oké, op Texel rijdt wat minder verkeer dan hier. Maar toch, het is hier zalig. Dus als je moet of wilt verhuizen, nou, dan kom je toch lekker naar Den Helder toe. Ja, ik geniet. En wie weet worden we vrienden en dan kunnen we samen een bakje doen of een terrasje doen in de zomer. Ja, altijd gezellig. Dus kom naar Den Helder toe te wonen. Is altijd leuk. Ja hoor. Er is ook genoeg vertier te doen. Enkeltje moet het weten. Ja, nou, en ik weet niet altijd alles. Maar het staat ook wel in de kranten, maar ik lees niet alle kranten. Nee, ik hoor het altijd wel van iemand of wie dan ook. Maar oké. Komt goed, lieve vrienden. Ik ga aan de gang de diertjes even eten geven. Ik ga een schort omdoen. Die ligt al op mijn schoot klaar. Ga ik omdoen, dus ja. Want ik wil niet hebben dat mijn jurk natuurlijk vies en smerig wordt. Nee, dat vind ik een beetje zonde. En nou, dan gaan we dus lekker even een hapje eten. Bakje koffie erbij. Lekker. En de koper ligt nog aan de stroom, aan de lader, dus die kan ook eruit, die zal ook wel vol zijn. Die legt de hele nacht er al aan. Maar ja, komt ook goed.
Dus ja, ik zeg lieve vrienden, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit nog steeds geduldig te wachten. Eén probleem. Jan van Dam, hij heeft problemen, ja, met de trein. Ja, had hij gisteren maar moeten komen, weet je. Gisteravond. En als hij dan midden in de nacht aankomt, dat boeit me dan niet. Maar nu wel, want nu zit je aan tijd. We worden tussen 4:30 en 5 in het restaurant verwacht. Nou, ik vind het niet leuk als hij achteraf moet komen. Ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Je hoort er samen heen te gaan. Maar ja, je weet het. In de weekenden is 9 van de 10 keer Trammeland werk aan het spoor. Ja, nou ja. Kom dan desnoods inderdaad een avond van tevoren. Ja, kun je op je gemakje reizen. Of je geen probleem, geen zorgen te maken. En maakt de gastvrouw niet uit of je 's nachts aankomt. Nee. Maar ja, er ligt er nog eentje te wachten op tante Corrie. Ja, en dat is onze Frodo natuurlijk, hè. Die ligt lekker te wachten. En daar ligt onze prinsesje Eowyn. Ja, die ligt zomaar lekker bij Frodo op de bank. Soms leggen ze kont tegen kont. Ja? Hé? Ja nou? Tante Corrie komt straks en oom Jan en Karin en Roderick. Hé? Ja, die komen allemaal. Wat? Dikkie, en dan ben jij niet in orde. Ik kan dat, die loopt alleen en weer te zeemollen en te doen. Vrouwtje heeft hoofdpijn, maar ja, we gaan gewoon door. Ja, hé. Ja, kerel, ga maar slapen hoor. Is ook goed. Is allemaal goed. Ga jij maar lekker slaapje doen, hè. Maar ja, oké. Ik ga eventjes nog een vlog in elkaar renderen. Kan die gewoon straks nog naar YouTube. En daarna gaat de computer weer uit. Maar dan heb ik in ieder geval weer gedaan wat ik dagelijks probeer te doen. Dus zeg, lieve vrienden, geniet en tot straks. Tante Corrie, zeg ik toch, komt tante Corrie aan? Ja. Hé, hey, we hadden het net over tante Corrie. Ik ben eerder dan Jan. Ik ben eerder dan Jan. Ja, die heeft vertraging, hè. Zo gewoon. Oh, dat is zo vaak. Ja, dat is graag. Hallo, wat zie je er mooi uit. Dankjewel, schat. Hoe is de reis geweest? Goed. Voorspoedig, om het zo maar te zeggen. Mooi, daar ben ik blij om. Gooi die beesten er maar uit, hoor. Ik dacht even dat... Gooi die beesten er maar uit. Nou, zo zit het toch ook. Oh, ik dacht even... Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ben blij dat ze er is. Heel huids en wel. Ja. En te vroeg. En te vroeg, maakt niet uit. Ja, ze is te vroeg, maar beter te vroeg dan te laat, want ik zag haar renderen even. Ja, dat is zomaar gedaan, tenminste, maar laten we het hopen. Maar ja, vindt ze ook wel leuk om naar te kijken, of niet dan? Zeg maar ja. Mooi niet. Ik weet waar ik ja op zeg. Renderen? Ik ben met een vlog bezig in elkaar te zetten. Oh ja. Maar ja. Ik heb problemen met mijn geluid, want we kennen er ook, hoe heet dat? Switch erin plaatsen. Ik heb tenminste Karin noemt het een switch. Oh, dat en bij die switch maakt dat lawaai bij mij. En bij een ander niet. Maar dat legt bij mij aan mijn geluid. Dus wat ik eraan doen moet, weet ik niet. Want ik heb daar geen verstand van. En ik kan je ook niet helpen. Nee, jij kan me ook niet helpen. Maar lieve vrienden, ik ga de koffie geven. Ja, en toen was er koffie. Ja. Wat is het te zeuren? Hallo. Wat is het te zeuren? Kandalf. Weet je wat Kandalf zegt? Ze zit op een stoel. Nee hoor. Eeuw in de stoel. Hij heeft geen stoel. Ja, lieve vrienden. We zitten nog steeds met ons tweeën. Corrie en ik. Want ja, Jan, die is er nog niet. Nee, die had ik ook berekend. Die komt als laatste. Maar Karin en Roderick. Die zijn er ook nog niet. Nee. Karin, die belde net even dan. Ze staan in de file, bij Alkmaar. Dus ja, dat wordt nog eventjes wachten, hè. Ja, nou ja, wij zitten gezellig aan de koffie. Ik heb in die tussentijd een filmpje gerenderd en naar YouTube gebracht. Dus mijn werk voor vandaag, wat dat er gaat, zit er weer op. Dus ik heb mijn best gedaan, toch? Ja, toch? Ja. Ja, echt waar. Of niet dan? Zeker weten. Oh.
Dus ja, en dan moet ik uitkijken voor Kandel, want die zit weer bij mijn stoel en dan moet je die staart zien bij mijn wiel, dus ik moet uitkijken wat ik doe. Zo. Ja, want anders dan gaat het mis en dan heb ik een kat in mijn benen hangen, dat moet maar niet. Want dat doet zeer, ja. En het is druk hier in de straat en een hoop herrie en een hoop lawaai. Want de buurman die was bezig, of is nog bezig, en let ook bonk bonk tegen de muur aan. Ik dacht, was hij aan het schoonvegen? Ja, de troep wat vandaan komt, komt op straat en er waait ook voor mij een deurtje langs. Dus dat moet hij wel opruimen. Maar oké, maakt allemaal niet uit, kind, het trekt niet voor je wel. Nee, nee. Maar wij gaan weer verder hier, en we zitten lekker te praten, televisie te kijken tegelijk. En komt allemaal wel weer goed. En als Karin en Roderick en Jan er is, dan pak ik de camera wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Wat is het te zeuren? Wat is het te zeuren? Kandalf. Weet je wat Kandalf zegt? Ze zit op een stoel. Nee hoor. Eeuw in de stoel. Hij heeft geen stoel. Ja, lieve vrienden, we zitten nog steeds met ons tweeën, Corrie en ik. Want ja, Jan, die is er nog niet mee. Die had ik ook berekend, die komt als laatste. Maar Karin en Roderick, die zijn er ook nog niet. Nee, Karin, die belde net even al. Ze staan in de file, bij Alkmaar. Dus ja, dat wordt nog eventjes wachten, hè. Ja, nou ja, wij zitten gezellig aan de koffie. Ik heb in die tussentijd een filmpje gerenderd en naar YouTube gebracht, dus mijn werk voor vandaag, wat dat er gaat, zit er weer op. Dus ik heb mijn best gedaan, toch? Ja, toch? Ja. Ja, echt waar. Of niet dan? Zeker weten. Oh. Dus ja, dan moet ik uitkijken voor Kandel, want die zit weer bij mijn stoel en dan moet je die staart zien bij mijn wiel, dus ik moet uitkijken wat ik doe. Zo. Ja, want anders dan gaat het mis en dan heb ik een kat in mijn benen hangen. Dat moet me niet. Want dat doet zeer, ja. En het is druk hier in de straat en een hoop herrie en een hoop lawaai. Want de buurman die was bezig of is nog bezig en let ook bonk bonk tegen de muur aan. Ik dacht, was hij aan het schoonvegen? Ja, de troep wat vandaan komt, komt op straat en er waait ook voor mij een deurtje langs. Dus dat moet hij wel opruimen. Maar oké, maakt allemaal niet uit, kind, het trekt niet voor je wel. Nee, nee. Maar wij gaan weer verder hier, en we zitten lekker te praten, televisie te kijken tegelijk. En komt allemaal wel weer goed. En als Karin en Roderick en Jan er is, dan pak ik de camera wel weer. Ik zou zeggen, tot later. En daar hebben we onze Janneman. Hallo, Jan. Ja, kijk, daarom was ik weer. En, goede reis gehad? Nou ja, als een brug open staat, kan je niet overheen natuurlijk. Nee, nou ja, je bent nummer 2, want die anderen die zijn nog later. Ja. Die zaten in een file. Ja. Wat is er te doen in Noord-Holland? Weet jij dat? Ah. Ja, maar je zegt mij geen gedag, ome Jan. Ja, wat lief. Oh, wat lief. Ah, leuk hè. Oh, wat leuk. Ja. Hij is wel gek met je, Jan. Ja, altijd. Oh, wat leuk. Ja. Nou, zeg het eens. Hallo, jij bent ook gearriveerd, uiteindelijk. Uiteindelijk, ja. Nou, nog knuffel. Nee, dat doe je zo. En Corrie heeft ook een knuffel. Ja. Is dat zo? Dat is zeker weten. Kijk, kan ik even als zo lang? Ja. Ja. Ja, Kort heeft hem nooit meer. Nee, hè? Ik heb nooit meer. Nee. Dat was een leuke dag toen. Dat, ja, was, dat is toen aanstaande woensdag, 11 jaar geleden. Ja. Kun je nagaan, jullie kennen elkaar weer 11 jaar. Ja. Al langer. Hé, Jan? Zeker. Ja. Nou, zeg! Oh, wat geweldig. Nou, wat zeg ik net? Ze komen nog later, maar niet dus. Oh, wat erg. Mag jij liegen? Nee. Mag jij liegen? Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi.
de moeder, hè? Ja. Mijn haar dan? Ja, dat zit erbij, dat zie ik niet. Je hebt een kleurtje erin. Ja. 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 Oh. Ik ben kort, ja. Dat was vrouw dan. Ja, dat is even kort. Gistermiddag. Hey, mam. Hi. Nou, dat is Corrie. Ja. En dat is Jantje, die we al een tijdje in het oog en in het gezien hebben. En dat is mama. Ja. Ik bellen, we zijn snoes. Ja, ik zie dat niet hoor. We zijn er wel een kwart over vier. Jawel. Zo, ja. 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 Leuk hoor. Zien jullie er netjes uit? Ja. En wat ben jij mooi? Ja, vindt u? Ja, je bent mooi. Dank u. Nee, nee. En ik het dan? Ja, ja, ja. Dat is ook mooi. Heel mooi. Ja. Een mooi haar, hè, zo, hè? Ja. Is dat je leuk? Wat is dat? Blauw. Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Wat heet je erin? Haarverf. Haarverf. Maar dat gaat maar 15 à 20 wasbeurten mee. Nee. Oké. Okay. Dus. Ja, nee. Je plakt zeker. Ja, ik weet het. Dat doen we hier nog. Nou, kijk eens, mijn dochter helemaal keurig netjes in een jurk, wat zelden voorkomt. Ook al zo lekker bruin, net als jij. Ja. Haha. Nou, dan gaan we nu over naar een bakje thee voor die twee. Voor Jan koffie. Met een plak cake, want ik haal niet voor Jan lul eventjes Indische cake voor mijn dochter. Allemaal in beeld. Ja, allemaal in beeld. Nou, lieve vrienden, tot straks. Ja, lieve vrienden, we gaan ons start klaarmaken om naar het restaurant te gaan. Ja, ja, ja. Om uit eten te gaan. Om uit eten te gaan. We gaan lekker happen. En geld uitgeven. Geld uitgeven, nou. Heerlijk. We gaan genieten. En jullie gaan mee. Ja. Want er is meer in petto dan alleen uit eten. Ik zie hun gezichtjes straks al. Ja, gezichtjes. Ja. Die zie ik straks al. Ja. Oké, lieve vrienden, tot straks. Nou, we zijn dus gearriveerd. En we zitten keurig netjes aan een hele mooie tafel. Ik kan dat zo moeilijk, hè? Zo, enkel ik heb het licht tegen. Ja, dat moet eigenlijk zo. Maar wie houdt hem dan daarom vast? In de hoogte. Ja, en dan, nee, wel recht, ja. En nou ietsje omhoog, ja. En dan kom er even dichterbij. Jij ook even zwaaien met jou. Doe ik ook. Corrie, erbij Corrie. Ja, we maken het hier helemaal gezellig. Geen maar even. We gaan het gewoon gezellig houden. Ja. Lekker, dank u wel. We krijgen hier al lekkernijtjes. Asweer. Laten we dat. Is dat lekker of is dat niet lekker? Ik dacht van wel. Pak er al eentje gelijk een schaaltje. Ja. Wat is dat, Karin? Olijven. Nee, ik hoef het al niet. Ik ga het even proberen. Ik hoef het al niet. Ik weet niet hoe ik mijn gezicht ga trekken. Ja? Ja? Mooi, dan gaan we dat dan proeven, hè. Alles wat je nog nooit niet gehad hebt, moet je één keer in je leven proberen. Ja, ja. Jan ook nog? Ik kan er niet eens niet bij. Ik niet. Corrie ook niet. Corrie ook niet, Jan en Corrie niet. Nee. Corrie, we doen niet mee. Ik ben de lamp vergeten. Nee, van niet. Nou, want die zou ik meegenomen hebben, de lamp. Ja. Is dat ook? Ja, een kaartje, ja. Nee. Oké. Rock into a pond. Ripples fade away. Human